Goede avond, man. Welkom in het nieuwe vlog. Mijn naam is Stefan, 24 jaar. En ik ga even nu vluggen. Of vluggen. Ik deed plaatsen. Het is dinsdagavond. Het is 16 oktober 2018. En dit is mijn schema voor deze week. Goed probeersprek gehad vandaag. Goed gekookt, goed gewerkt, goed mijn kamer schoongemaakt. En kijk eens, jongens, wat een verbetering. De kast is helemaal opnieuw ingericht. Schoongemaakt en alles. Dus de vloer is opgezogen. En daar hebben we zin in. En er is allemaal geüpdate. Kussen mag natuurlijk ook fikken dennen. Kussen mag wel hier liggen. Best opgemaakt, overgehaald. En net over een kandisatie. Even bij de kandisant even bijgepraat. Was gezellig, was leuk. Ik heb ze ook nog gezegd, fijne week gewenst. Je hebt lekker vakantie volgende week, nou prima. En dan kan het ging vanavond over engelen en over de droom van God. Dus dat is wel interessant. Dus ja. Even kijken waar ik het best kan zitten. Is het lekker in een colaatje? Heb ik al verdiend? Ik heb zelfs bijna op. Ik ga eerst lekker even een raadje nemen. Ook al verdiend vind ik. Maar hoe is het met jullie? Hebben jullie een toffe vakantie tot nu toe? Of vermaak je prima met het warme weer? En ja, het is prachtig weer buiten. Het hele week mooi weer, dus dat is mooi. Lekker met huisgenoten gepraat, nou lekker geoerd. Zat goed in, was goed aanwezig volgens mijn pb'er. En nou, was allemaal wel leuk, allemaal gezellig. Wel leuk en aardig en ja, gewoon goed. Ik heb met de huisgenoten Miranda Vlocht gepraat, Miranda Bos. Over het YouTube en zo. En zij is dus uitscholden door iemand op YouTube. Voor autist, dat is niet zo netjes. Dus ik wil hierbij zeggen, alle mensen die op mijn bericht. Berichten disliken of haar berichten disliken of reageren. Laat elkaar lekker allemaal de waarde. Dat is een tip van mij voor jullie. Ze heeft mijn vlog ook bekeken en heel veel mensen hebben mijn vlog bekeken. Mijn moeder volgt mij nou ook op YouTube, dus dat is wel fijn. Morgenavond slaap ik in Randwijk, dus morgenavond zie je een vlog op mijn kamer in Randwijk. Morgen verjaardag mijn nichtje morgenavond, dus dat is gezellig, dat is leuk. En voor de rest moet ik hem even vertellen. Ik ga morgen werken eerst. 9 tot 4 en half 8. Morgenmiddag Randwijk toe. S'avonds in de Wageningen toe. En s'avonds in de Randwijk toe. En dan donderdagochtend in de Randwijk toe. En ja. Zoals jullie weten heb ik autisme. Peter Nos. Ik heb het heel vaak verteld. Ik heb vanavond de conversatie gehad voor de tweede keer. We hebben volgende week vakantie, huisvakantie, dat is wel tof. En daarom dankdag en alles. En dan zie je het jaar zo op. Goeie schik met de kast, goeie schik met de spiegel. En goeie schik met de vlogding die ik al vast heb. En ja, ik vlog gewoon een film voor mijn eigen manier. Er komt nog een nieuwe beatbox online. Vanavond of morgen, moet ik even kijken of ik dat ga doen. Maar dat komt goed. Ja. Ik zal even laten zien. Dit is een Vrienden voor het Leven. Dat heb ik ooit van een oude busje gekregen. Super tof boekje. Er staat van alles in over vrienden. Jij zult. De vriendelijke woorden die je gezegd hebt misschien vergeten, maar ontvangen onthoud ze leven lang. Of deze, is ook mooi. Je moet vriendschappen weinig tegemoet komen. Of vriend af en toe een eindje uit de weg te gaan. Heel mooie tekst. Ik heb helaas geen contact meer met Luigi Sana, een oude buschauffeur die me school gebracht heeft, maar dat maakt niet uit. Maar goed, het is mooi weer, het is oktober. Ik heb tv lekker aan, ik heb de radio even uit. Ik ga zo vlog van Miranda bekijken.
liken en even reageren. En dan gaan we verder. Wat gaan we meer doen? Nadenken. Deze vlog komt zo online. Ze zijn bezig een vaststuk voor mij te zoeken en te regelen. Dus dat is tof. Daar heb ik YouTube kanaal mee bijwerken. En, ik heb een leuk gesprek gehad met huisgenoten. Goed p-gesprek gehad. Goed gekookt. Goed gewerkt. Tof vrije middag gehad. Gelijk gewerkt op de bonkoe. En Christy is zelfs nog bij ons geweest. Was gezellig. Ze kwam met een nichtje op bezoek. En ja. Ik heb een toffe dinsdag gehad. En zo gaan we tot de kerst ons best doen. We gaan niet druk maken om dingen. Heb je helemaal geen zin. Tijd gaat hard, maar moet gewoon doorgaan. Ik ga nog geen bak koffie nemen. Omdat het niet handig is om bak koffie te nemen. Want het is al 8:50. Ik moet tijd slapen. En ik moet mijn brood vanmorgen nog klaarmaken voor het ontbijt. Dus dat ga ik zo eerst even doen. Je mag mee als je wil. Ik hoop dat er niemand beneden komt. Dan ga ik een poging wagen om even... even een lekker broodje klaar te maken vanmorgen. Voilà. Dat ga ik even doen. We gaan de snoep en cherry tomaten. Dik, koelkast. Super vol met cola en anders een broodrommel. Ik ga ze eerst even drinken klaarmaken vanmorgen. Ik wil het even wat. En ik ga even kijken wat het mee allemaal gaat. Iedereen is lekker met z'n allen op de kamer. Het is wel een beetje raar, maar hier veel mensen gaan op de kamer lekker zitten. Buiten kan uitrusten. Hij bedankt nog. Goed. Dat maakt niet uit. Ik hoop echt dat niemand beneden is. Dan kan ik even rustig mijn papier zo opmaken. Morgen heb ik er last van mijn voet. Dus ik ga vanavond eerst even die oefening doen. Even een lamp aan doen. Het zal leuk uitzien. Dit is een nieuwe tekst die wij hebben terug van een groep. Het is al geknipt en gemaakt. Don't worry. Don't worry. 54. Super tof. Heel leuk dat ze dat gedaan heeft. Eerst even. Neerzetten. Sluit even zo. Zien wat ik allemaal doe op de groep. Dat is de koelkast zoals je ziet. Die is omgezet, als ik niet zo doen. Dus zie ik er mooi uit in mijn vlogs. Ik wil mijn reactie weten of ik er mooi uit zie. En nou, geen plan meer op het kanaal, dat ik jullie leuk vind. Ik denk dat jullie leuk vinden, zou ik tof vinden. Like het met je vrienden, is ook wel tof. Ik mag ook gewoon leren. Morgen gaan we prima, we hebben goed aan het zin in deze woning. Het is leuk en aardig allemaal. Leuk schip het huisgenoten. Ik ga vast een foto doen. En ik kan bij niks te doen. Dus ik ga wat eten. Dit is kaas, zie ik. Dit is een kaasgat. Ik kan mooi tosti's eten deze week. Deze week. Zo. Misschien valt op, ik vlog best vaak. En ik zit over nadenken om een weekvlog te maken. Ik heb nog geen idee wat ik ga doen. Maar omdat ik de hele week al vlog, heb ik al een weekvlog.
Dat is alles over elkaar. In principe hoef ik niet elke dag te vloggen. Dan hoef ik niet elke dag te filmen. Dat doe ik ook niet. Dat is natuurlijk wel leuk. Het is wel leuk dat ik dat wel blijf doen. Dat hoeft natuurlijk niet. Dat moet ik anders hebben. We beginnen bij. Het soepje nog op even. Kijk, ik heb een week krijgen boven. Dit is een duiker op. Dit is die deed ik zo dadelijk op. Eerst deze. Zo even naar boven brengen. Dit is de bovenkoep. Hier wonen we. De goede schik mee. Ik ga zo'n lamp hebben en zo. Het is echt dinsdagavond, dus een hoop mensen aan het chillen. Het rusten voelt waarschijnlijk. Zo, ik zet je even neer. Zo, ik ben er weer. Ik heb even een lange video voor jullie gemaakt. Even te updaten. Dit is mijn Zazeel kastje. Met foto's van mijn opa. Een foto uit Fuerteventura. Super tof. Ik moet even vertellen eigenlijk. Ik ga zo de maatje op eten beneden. Boven beten. Jeuk. Krabben. Ja, ik ga eens lekker een radertje drinken. Ik wil jullie in ieder geval een hele fijne avond wensen. Ik ben er morgenochtend of morgenmiddag of morgenavond weer terug op Facebook en Instagram. Ik ben wel lekker sociaal media, sociaal online. En ja, ik wil een hele fijne avond wensen. Ik ben er meer met melden eigenlijk. Het is een beetje lange video, ik ben er veel langer, maar ik ben niet klaar. Ik kan het weggooien.
Zijn eigen merk van Jumbo van die tas. Dat is wel leuk. Beter later nooit aan het kijken. Superleuk programma. Goede schrik met kamer, goede schrik met wonen, goed PB-gesprek gehad. Verder goed jaargesprek over gehad. En gisteren zijn niet zo leuke dingen gebeurd, maar dat heb ik al verteld in mijn vorige vlog. Ik heb morgen goed maken met mijn moeder samen. Ik heb een leuk shirt aan. Adidas, Italië. Goede schrik met pet. Dus die kijk op Bulls pet. Hele fijne avond wensen. Conversatie was top. Leuk gesprek gehad met huisgenoten. Ik gelachen en ik ga hoe het heb getekend. Of van weggegooid. En vandaag op mijn werk ook een prima werk. Overdag ik ga altijd dieren verzorgd. Geit hem ook gevoed en zo. Dat is allemaal tof. Ja, voor de rest ga ik nu lekker aan drinken. Lekker chillen. En dat was een beetje kan ik allemaal wel vertellen. Ik heb niet echt wel nog wat meer te vertellen eigenlijk. Ja, het gaat op zich is prima. Het gaat beter met mij dan ooit. Ik moet dus niet meer klagen van WhatsApp staat te zeggen dat het me slecht gaat. Mijn moeder checkt ook, checkt mijn kanaal ook. En ze is ook geabonneerd, super tof. Ik ga afronden, want ik ben lekker de tijd aan het volgende kletsen. Ik kan tegenwoordig lang een vlog uploaden tegenwoordig, dus dat is wat chill. Er komt morgen of van de week komt weer een vlog dat ik naar buiten ga. En pas als ik op vakantie ga of ik ga ergens naartoe een dagje uit of waar dan ook. Of naar de dijk toe, dan film ik dat ook en vlog ik dat ook. Maar als je gewoon vind ik saaie vlogs hebt, check gewoon mijn andere vlogs op mijn kanaal. Zo ben ik dan weer, hè? Dus dat is wel prima. Dit was de vlog voor nu, voor vanavond. In ieder geval een hele fijne avond. En veel plezier met de herfstkant als je herfstkant hebt. Dat is mijn werk, succes naar de werkse. Hele fijne avond en zie ik je morgen vanavond bij een nieuwe video. Ciao. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van Miranda Vlog. Superleuk kanaal. Dus, zie je daarna.